Wat gaat u doen met Koninginnedag? Thuis blijven voor de tv kijken. Kingsday Festival in Amsterdam? Nou, dat is, hangt van alles af. Komt, ik moet vaak met mijn man naar het ziekenhuis, dus ik weet nog niet hoe het verloopt natuurlijk. Maar als het een beetje kan, ja, dan wil ik toch wel even hier in Amstelveen wat rondkijken. Ik denk televisie kijken. Geen flauw idee. Ik denk tv kijken. En even hier in Amstelveen rondkijken. Niks. Televisie kijken, denk ik. Ik weet niet of ik er op uit ga. Ik ga naar Kingsday toe. Nou, we hebben een dansuitvoering voor Buenting en dan gaan we dansen bij Abina. Ik denk dat ik wel de hele dag in Amsterdam blijf. Want bij Abina daar is ook nog een feest met allemaal zangers. Dus ik denk dat ik daar dan even naartoe ga. Ik wil misschien naar de Dam, maar ik denk dat ik gewoon Amsterdam blijf. Ik ga helemaal niets doen. Ik ga denk ik naar Oude Dorp, Abina of zo, daar een beetje lopen. Niet zo bijzonder eigenlijk. De koningin zou eigenlijk dit jaar hierheen komen, ze komt niet meer. Vind je dat jammer? Ja, op zich, het maakt me niet heel veel uit. Maar ja, het is wel een beetje jammer, ja. Ik had al de koffie klaargezet. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Ja, jammer. Heel jammer. Maar goed, ik begrijp het, want hij moet natuurlijk eerst gekroond worden. En jammer, maar ik begrijp het wel. Nou, ze komt toch volgend jaar? Nee, ik heb er eigenlijk wel genoeg gezien op televisie. Nou ja, het was eigenlijk gezien de omstandigheden heel normaal. He? Dus ik vind, het is toch zo goed. Ze heeft al zoveel gedaan en zoveel haar best gedaan. Maar dan hebben we toch een extraatje. Ontvangen we morgen, volgend jaar de nieuwe koning. Dat is toch ook wat waard?